Yes, ik neem het op voor je. Yeah. Neem het op. Zo. Ja, yeah, oké. Okay. Dat had ik vergeten. Oké. Okay. Dan wordt het in ieder geval opgenomen. Dus ook ja, als ja. het, ook als het niet op, op Facebook Live is, helaas niet gelukt. Maar dan kan het in ieder geval later in opname, kunnen mensen daar terugkijken. Dus sommigen hebben de gewoonte dat bij geboorte van een meisje wordt een Shagiano gezegd. De geboorte kan je niet uitstellen natuurlijk. Maar de braga van Shagiano wordt dus dan niet gezegd. Want de braga moet dichtbij de moment. Dus dan wordt de braga niet gezegd. Moet ik even tussendoor vragen? Ja, ik weet je wel dat de afloop was vraag. Maar toch, nee, dat is prima. Maar een Brit zeg je Shagiano. Ja, dat is de volgende punt. Ja, nee, okay. Met betrekking tot de geboorte van een zoon. Bij een zoon, omdat je zegt de Shagiano bij de Brit Mila. Is het een gewoonte om te zeggen Hatov v'hametiv bij een jongen. Die wordt dus ook niet gezegd. Staat hier, volgens mij, bij Brit Mila zeg je wel Shagiano, staat hier niet genoteerd. En dezelfde is ook met betrekking tot Pidyon HaBen, wordt ook een Shagiano wel gezegd. Dus dat zijn een uitzonderingen. Het is ook gebruikelijk om in deze dagen geen nieuwe kleding te kopen. Tenzij het een kleed is die noodzakelijk. Bijvoorbeeld je bril is kapot en je hebt een nieuwe bril nodig. Dus dat zijn echte dingen die noodzakelijk zijn. Of nieuwe schoenen. Je schoenen zijn niet meer goed en je moet lopen. Dus dat soort dingen die echt noodzakelijk zijn, is wel toegestaan. Maar voor de rest, dingen die niet echt noodzakelijk zijn, is het gebruikelijk om... Over nieuwe kleding zeg je, ja. Ja, inderdaad. Vandaar dat je bril kan kopen. Kijk, bovendien met betrekking tot de braga maken op Shagiano op kleding, daar is ook een verschil van gewoonte. Sommige mensen zeggen ook helemaal ook niet nieuwe Shagiano, niet ook op nieuwe kleding. Ja, daar is ook, en daarom zijn er meningen die zeggen dat als het je gewoonte is niet Shagiano te zeggen op nieuwe kleding, dat je dat wel mag kopen. Sowieso in de 9 dagen, de laatste 9 dagen, de meest intensieve deel van de rouwperiode, mag je sowieso geen nieuwe kleding kopen. Ook in mensen die niet de gewoonte hebben een Shagiano te zeggen. Het is sowieso iets waar, ook als je dat niet de gewoonte hebt een Shagiano te zeggen, de hele 3 weken is het beter om dat te proberen te vermijden. Een inwijding van een nieuwe huis is ook iets wat je moet proberen te vermijden in de 3 weken. Even kijken. Maar je mag je in principe nieuwe kleding kopen, maar draag pas na tissue. Nee, dat mag niet. Nee, dat vraag ik. Ja. Dus met Raad van Groenewoud, toevallig, Schapzochter, dat heeft één korte hardoor gehaald, helemaal de Amsterdam dienst. Laten we zeggen, in noodgeval. Ik weet dat sommige mensen dat doen. Maar ik zal je straks een verhaal vertellen, een persoonlijke verhaal dat met mij is gebeurd. wat voor mij was een duidelijke les daarover. Maar inderdaad, het is niet hetzelfde kopen als echt dragen. Maar inderdaad, als je kan vermijden om ook te verkopen, dan is dat inderdaad beter. Ja. Is ook het verschil niet officieel. Zich bij de aankoop of bij het eerste aantrekken. Ja, inderdaad. Maar daarom zei ik inderdaad dat er een verschil is tussen aantrekken en kopen. Ik moet je eerlijk bekennen, omdat het mijn gewoonte is niet de Shagiano te maken. Ja. Dus zo, dan kan ik het niet... Maar interessant, de wetten van de 3 weken en de wetten van de 9 dagen, die zijn geldig ook na de volgende dag tot midden de dag. Ja. Tot chatzot, tot midden de dag. Dus nu ongeveer iets, een paar minuten over 1:30 's middags in Nederland.
En ik zal je verhaal vertellen wat mij gebeurde is jaren geleden. Het is, zal je vertellen precies hoeveel jaar geleden het was? Dat was 27 jaar geleden. Het was, ik weet het, dat het was de eerste drie weken na de Gimel Talmud, na het overlijden van de Rebbe. Tafshin Nundal, 1994. Ik ging die zomer ging ik naar Miami Beach. Om daar wat werk te doen voor Chabad voor een paar weken. En voordat ik ging daar naartoe, gingen we twee dagen na Tisha B'Av daar naartoe. Ja? Moest ik wat nieuwe kleding, moest wat stropdassen kopen. En wat nieuwe kleding die ik nodig had voor mijn werk. Nou, wacht ik tot na de drie weken. En nou, eigenlijk moet je wachten tot de dag na Tisha B'Av. Tot na Chatzot, tot na de middag. En het was branden van de tempel. Nou, omdat het die nog aan het branden was. Dan mag het werken. Ja, maar in een gewone jaar, inderdaad. Dan moet het inderdaad tot de middag. Nou, ik ben samen met een vriend, gingen we weer naar Manhattan, van Brooklyn naar Manhattan, om even te shoppen. En het was eigenlijk iets voor de middag. Maar weet je, totdat wij in de winkel zijn, tot we het hebben gekocht. Zou het naar de middag zijn? Zou wel goed zijn. Nou, dat was. We hebben het over 27 jaar geleden. Dus auto's waren anders dan vandaag. En dat kan het wel gebeuren dat je per ongeluk je autosleutel in de auto laat liggen. En dan wordt het. Tegenwoordig kan dat niet, want alles is automatisch. Maar. Dus we zijn. De auto, we hebben per ongeluk de sleutel in de auto achtergelaten. En we hebben de deur op slot gedaan. Daar zijn wij. En nou, daar hadden wij geen mobiele telefoon. Ja. Nou, we hebben, op een of andere hadden wij de soort ANWB, daar gebeld, de AAA heet dat in Amerika. AAA gebeld. En nou, ze waren heel druk, ze hadden wat te vertraging in. Het begon te regenen, we stonden daar buiten te wachten. En helemaal na de sleutel in de auto. Wachten. Eindelijk zijn ze gekomen. Ze hebben de deur opengemaakt. En ze deden de deur open. En ik kijk op mijn horloge. Het was precies Chatzot. Precies middendag. Ja? Dus als jij de Shulchan Aruch niet volgt, dan zorgt Hashem dat jij zou het. Ja? Dus toen was het kosher om naar shoppen te gaan. Dus wacht gewoon. De dag na Tisha B'Av, wacht gewoon. Dus voel ik je sleutel weer gelaten. Maar Hashem heeft het zo voor gezorgd. Ik moest er wachten tot na Chatzot. Dus dat was mijn. Ben ik dat nooit vergeten. Dus ik ga niet shoppen de dag na Tisha B'Av, voor de middag. Nog een ander punt. Winkels zijn maandagochtend toch niet open. Ik heb, ja. In Amerika wel. We mogen niet we mogen een huis niet inwijden in de drie weken. Maar als het gaat over een huurhuis is anders dan een koop. Want dat is niet iets wat van jou wordt. Het is gewoon iets technisch. Je moet ergens wonen. Het is niet dat je de vreugde van het inwijden van je eigen huis heb je niet. Dus met betrekking tot een huurhuis mag je dat ook binnen in de drie weken. Maar indien mogelijk, als je het kan uitstellen tot na Tisha B'Av, is het beter. Maar als je geen keuze hebt, dan kan het ook in de drie weken. We trouwen niet in deze drie weken. Je mag wel verloven. En je mag ook een verlovingsfeest maken. Zelfs niet alleen in de drie weken, maar ook in de negen dagen. Maar dan moet je het heel klein houden als je het in de negen dagen doet. Ik zou het gewoon proberen uit te stellen tot daar. Ja. Stiefel. Ja. Stiefel. En de mezuzah ophangen, is dat ook verboden of niet? Een nieuw huis? Als het gaat om de inwijding van een huis, dan is het inderdaad beter. De mezuzah, het ophangen van een mezuzah is iets wat wordt gezien als tot inwijding. Dan is het beter om te wachten tot na de drie weken. Maar
er is een halacha dat de mezuzah moet binnen 30 dagen opgehangen worden. Dus stel dat de 30 dagen voorbij gaat en zal voorbij gaan en het is in de 3 weken, dan heb je geen keuze, dan moet je toch de mezuzah ophangen in de 3 weken. Maar dan doe je dat zonder ceremonie, zonder feest of iets dergelijks. Met betrekking tot de bar mitzvah, dan kan je dat vieren in de 3 weken. Je kan niks aan doen dat je bent geboren in die periode. Maar dan doe je dat zonder muziek en zonder dansen. Ook met betrekking tot het inwijden van een nieuwe Sefer Torah. Van een Hachnasat Sefer Torah. Brengen binnenhalen van een nieuwe Sefer Torah in de shul. Is het beter om dat niet in de 3 weken te doen. En dat beter uit te stellen tot na de 3 weken. Oké. Ik heb hier een tekst die ik wou uploaden op Zoom, maar dat is niet gelukt. Dus we gaan... het gaat over de onderwerp die ik had ongekondigd, was vrolijk zijn in de 3 weken. Hoe kan dat zijn? 3 weken is de periode van rouw. En wat betekent dus vrolijk zijn in de 3 weken? Dus daar kom ik daar later op terug. Oké. Je mee bijna met Sarim, die kan imslosha shavuot. L'chora heet het een moraal kwiut vachazaka. De periode van de 3 weken, de periode van rouw heet de periode van 3 weken. L'chora had je dat, 3 is een chazaka, is een bevestiging. Dus iets wat heeft te maken met de rouw, dat wil je toch niet bevestigen. De rouw wil je, de bedoeling, het doel van rouw is dat je dat overstijgt en dat je dat overwint. Nou, de komst van de Mashiach, de herbouwen van de derde Beit HaMikdash, et cetera. Als je zegt, als je dat gaat bevestigen met 3 weken, want de 9 dagen noemen wij de 9 dagen. Hadden wij de 3 weken ook gewoon de 21 dagen kunnen noemen. Maar met het 3 weken, dan bevestig je iets. Dus menogeel is dat je mee bent met Sarim. Tzianu v'nikvu b'shem shloshat ha-shvuot. Dit wordt, de bekende naam die wordt hier gegeven is de naam de 3 weken. Tlata de puranuta. De tijd van tegenovergestelde van goede dingen. M'shivat ha-tamuz sh'az hukva hier atishat ba'av. Van de 17e dag van Tammuz, van gisteren. De dag dat de muren doorgebroken. Omheen de Beit HaMikdash. Tot Tisha B'Av, de dag van de voesting van de Beit HaMikdash, van de tempel. De bewaarde reze b'ashkacha pratit. Kegol in Janim. Befraat in Janachi chashuv en ala kazer. Alles is b'ashkacha pratit. Alles is dus zo. Dus toeval bestaat niet. Dus dat moeten we begrijpen, tsarich biur, moeten we begrijpen. Shlosha, ze misparshe metzayen umora al shleimut uma'ala. Shlosha avot. De nummer 3 is iets wat vertegenwoordigt iets, een volmaaktheid, een bijzondere nummer. De 3 aartsvaders, shlosha regalim, de drie feesten, de hoofdfeestdagen, de kayotze bezet. Ook een fijne bezoekje de Matan Torah, zoals we vinden ook met betrekking tot de Matan Torah. We hebben hier, 2 maanden geleden hadden we hier een shiur over de nummer 3, met betrekking tot de Matan Torah, de bijzondere nummer van 3. Berich Rachamana, en dit jaar was dat extra benadrukt, omdat het 3333 jaar geleden is, dus dit was het jaar van 3. Het is de jaar Berich Rachamana diahiv oraita tlitai laam tlitai ayidei tlitai beyom tlitai beyarcha tlitai. Gezegend is de lashon van de Talmud in Aramees. Gezegend is Hashem die geeft een Torah van 3, dus Torah Neviim Ktuvim laam tlitai aan het volk van 3, de Kohanim Leviim Yisraelim beyom tlitai. Op de derde dag na die dagen van voorbereiding, zoals je het merkt, voilà. Bejaargeld Litaï in de derde maand, in die staande jaar Sivan. Om een farshim al het haar met wie Odin Janim de Shosha bekeshem met Matan Torah. En de farshim, de uitleggers op de Talmud, brengen nog een heleboel andere dingen die hebben te maken met nummer 3. Dus nummer 3 is een bijzondere getal in het Jodendom. En we kennen ook de Chazaka, iets wat 3 keer gebeurt, wordt bevestigd.
Jeterem is dat. Shlosha moraal in jan. Oh, dat staat hier nu. Shlosha moraal in jan hakviut va nitzchiut. Shekayem dafka bedavar shem kedusha. Drie betekent dat iets wordt bevestigd. En dat het een bevestiging betekent dat het heeft ook een eeuwige betekenis. Als iets bevestigd is, betekent dat het zal altijd zo blijven. Een soort eeuwige betekenis. En dat bestaat alleen. Ik doe even de geluid uit voor de telefoon. Ik doe ook de hardpad uit, nu dat ik dat toch niet gebruik. Dus het vertegenwoordigt iets, wordt bevestigd, wordt eeuwig. Ook al klaar balacha betzlata zimni havechazaka. Zoals het staat in de Talmud, de basis daar, Gemara en Baba Metzia. Het staat drie keer is een chazaka. Iets wat drie keer gebeurt, wordt bevestigd. Voordat het verder gaat, de volgende spreker vindt 11 uur. Ja, maar je mag wel even doorgaan. Ja, oké, dat weet ik ongeveer. Oké. Balpize ene muvan klaal. Echi tachen shazman de bena mitzarim shal korban puranata u puranayot hehepech legamri mikdusha kviut. Hoe kan het nou als drie iets een bevestiging is van iets? Je wilt toch niet iets als de korban bet hamikdash, als een rouwperiode? Dat is niet iets wat je wil bevestigen. Dat is niet iets wat je wil eeuwig betekenen. Galut moet niet eeuwig zijn. Galut moet een voorlopig iets. En wij hopen zo snel mogelijk dat het voorbij gaat. Dus waarom wil je dat verbinden aan een nummer drie die iets een bevestiging maakt? Eeg je tagen, shazman, de benen mitzarim, shal korban, uparaniot, hepech legamri miklusha kviyut, davar shekashur, im hefsek minituk, velati davo areza yibatel legamri, yikva davka, bimispa shlosha, shomora al kviyut vechazaka. Hoe kan het zijn dat je neemt in zo'n onderwerp, als galut, als ballingschap, rauw over de vernietiging van de Mikdash. En dan ga je dat verbinden aan nummer drie. Dan ga je iets bevestigen. Ga je een soort een eeuwige betekenis geven aan dat het Chasve Shalom zal altijd blijven aan Galut. Totdat de Mashiach komt. Ja, maar totdat de Mashiach komt, dat, dus is het niet eeuwig. We kunnen ook hersteld zijn. Ja. Maar sowieso niet eeuwig. Nee. dus. Ja, wat? Ik zeg, er is maar eentje in Amsterdam die dat weet. Die weet? Oh, oké. Okay. Ik weet niet wie bedoelt. Bashkafa Rishona nitan haya lechora levar ezot apia yedua bamedubar kama pami benogel ben hamitzarim. Je zou even, als je even snel kort antwoord zou willen geven, zou je het kunnen uitleggen zoals het bekend staat met betrekking tot deze periode van Bena Mitzarim, van deze rouwperiode, de hagam shiyamim elu areim kshurim begalui im yirida achigdola, hoewel deze dagen heeft te maken met de grootste daling van het Joodse volk, hare kavanata yirida hi tzorach aliyah, de hele doel van het van de daling, van de lagen van deze negatieve periode, is om de aliyah die daarna zal komen. Dus de hogere niveau die zal wel komen door de Bet HaMikdash is verwoest. Maar met de komst van de Mashiach zullen wij het herbouwen hebben van de derde Bet HaMikdash die nog hoger is. Bechdeli talot lagi ala makom bedargan alat yoter. Om te komen naar een hoger niveau, veel hoger is in vergelijking met de daling die we nu hebben. Tot de echte, volmaakte gula, die komt van de Mashiach. Waar beta mikdash shlishi, bayit nitzchi. Shenala yoter mehamatzav. Dus vergelijk met de eerste en de tweede Bet HaMikdash. De derde is al volmaaktheid. Wel pizel lechora shalomar, zo shosha shvuot elu, miramzim aliyah de shosha, befrat Bet HaMikdash ha-shlishi, shenasa yidei rida bizman de Bet HaMetzerim. Dus zou je kunnen zeggen, dat idee van drie weken, dat geeft een hint, dat verwijst naar de hoger niveaus die zal bereikt worden bij de derde Bet HaMikdash.
door het hele doel van de daling is om te komen naar nog een hoger niveau. Vandaar dat wij de naam 3 weken geven, want om aan te wijzen dat het hele doel van de verwoesting is niet de verwoesting zelf, maar wat de positieve kant die daar zou gebeuren in de derde Betamikdash. Dus 3 weken verwijst dus naar de derde Betamikdash. Dus vandaar dat het ook 3 heet. Maar dat kunnen wij niet zeggen. En dat gaat u nu uitleggen. Amnam kishma'inim bedavar ro'im shebi'ur ze de yerida tzorach aliyah mechazek et hakushan anal madua ze nikba b'mispar shlosha. Eigenlijk, dat hele idee van yerida, de daling is om naar een hoger niveau te komen, dat versterkt eigenlijk. Dat is niet de oplossing. Yiridat zorech aliyah pirusho. Wat betekent yiridat zorech aliyah? De daling is voor de aliyah. Hoe vertel ik, kan je dat beter zeggen? Om weer naar een hoger niveau te komen. De opstijging, ja. De daling is voor de opstijging. She'ena yiridat tachlik la'atzma chas v'shalom. De betekenis daarvan is dat de daling is niet een doel voor zichzelf. Ella hit zorech laliyah shenasa al yidei lida. Het is een noodzaak, een soort voorbereiding voor de opstijging die zal daarna volgen. Zot omeret shakavana yishayida titpatel betierak aliyah shabam izah. Dus eigenlijk de doel is dat de daling zal vernietig worden. En dat wij daarna zal komen naar de opstijging. Dus de daling, de verwoesting, die wil je niet bevestigen. Ja? Die heeft geen eigen doel. Die is alleen maar een soort middel om daarna te komen naar de stijging. Dus wordt de vraag eigenlijk daardoor nog sterker. Eegje tagen. Shahirida de binnen mitzarim. Nikbal is man shoshlusha. Shavuot ha-morat v'yut v'chazaka. Hoe kan het zo zijn nu dat de daling, die heeft geen eigen doel, die is alleen maar een middel om daarna te komen naar de stijging, is dat de daling zelf, de periode van rouw, dat komt in de nummer 3, in de 3 weken. Kashokola tachlita yirida. De hele doel is niet de daling zelf, de hele doel van de daling is om de stijging die daarna zal volgen. Dus dan had je eigenlijk de daling niet nummer 3 moeten noemen. Had je iets met te maken met die tijdelijk is, die niet bevestigd is, die niet nummer 3 is. Die sterk is en bevestigd. Nee, die heb je niet. Die is even een daling om daarna naar het doel te komen, naar de stijging van de herbouw van de komst van de Moshiach. Dus eigenlijk, dat hele punt van Yerida, Tzorach Aliyah, de daling is voor de stijging, is de doel van de daling is een voorbereiding voor de stijging. Dan had eigenlijk de daling juist niet nummer 3 moeten zijn. Ba'adarabe, beseda habriya, ukomoken beseda kedusha, mitzpatat mispar ha-shlosha davka la'achar ba'yidei ha-yirida. Shemrumezet b'mispar echad, mispar shnayim. In het algemeen, in de schepping, zien wij de nummer 3 komt juist na dus nummer 3, de idee van bevestiging, het idee van volmaaktheid, dat komt juist nadat wij eerst 1 en 2 hebben. Kvi shenikwa beseder yimei bereshit. Chila ya yom rishon shenikra betora yom echad. Eerste dag was de eerste dag van de schepping was yom echad. En niet yom rishon. Want als je zegt yom sheni, yom shlishi, de eerste dag had yom rishon. De eerste dag. Maar de eerste dag noemen wij niet de eerste, maar 1 dag. Ja, 1 dag. Ki az haya kadosh baruch hu yachid b'olamo. Dan was Hashem alleen in de wereld. Het was heerste alleen de aanwezigheid van Hashem. Achakach ba yom sheni, shebon livrat machloket. De tweede dag kwam
was dan kwam in machloket, dan kwam in splitsing. Havdala bij mayim alyonim en mayim tachtonim. Het was een splitsing en het was een oneenigheid tussen de bovenste, de water van boven, van de hemel, de water van de zee van beneden. Wille geen lokatuf bo kitov. Daarom staat bij de schepping, bij de tweede dag, staat niet vayara lokim kitov. Staat geen kit, staat niet de woord kitov. Kia machloket, los shayach lomar tov. Als het gaat over machloket, als we hebben het over, oneenigheid. Niet alleen tussen mensen, maar in de wereld als er heerst een sfeer van oneenigheid. Oneenigheid tegenovergestelde van eenheid, dat kan je niet tof zeggen. De agakach bij Yom Shlishi, daarna bij de derde dag, hoogbobokie tof. Daarna bij de derde dag staat inderdaad twee keer kitof. Kihu metaken, maar glokken de Yom Shini. Wat is de probleem van de tweede dag? De oneenigheid. De verdeeldheid in de wereld, dat is dus gecorrigeerd op de derde dag. En daarom staat het dan twee keer tof. Deze shoses shalom ached et ashnayim. Al derach shebesfirot midat atferet keneged yom ashlishim, ached et chesed yom rishon vegvura yom sheni. Net zoals bij de eigenschappen van, de zeven eigenschappen van Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, God, Yisod, Malchut. Dus de derde eigenschap, Tiferet, die verenigt de eerste en de tweede eigenschap. Gesed is de liefde, Gvura is de strenge eigenschap. En de derde komt en maakt een eenheid tussen de eerste en de tweede. Geen hoogbal bokie tof, kolel hoogbal bij goed lorak pamaim kacha het adjelobe erg. En met zad ha ilui de schlishi shose shalom be makomi het chalkut. Als je deze nasa ilui beachtut. Dus ik ga deze tekst hier even overslaan. Maar het gaat is nadat je een oneenheid hebt, nummer 1 en nummer 2. Daarna, als het gaat over de doel, de stijging, dan komt nummer 3. Dus wanneer we hebben te maken met de verwoesting, daar is nummer 3 niet van toepassing. De filosoof Hegel had zo'n theorie van these, antithese, synthese. Dus je hebt een bepaald doe iets of zo, en dan gaan heb je de groep evolutionaire gaan er tegenin, en dan krijg je de volgende generatie, langzaam al, groei je naar elkaar toe, en dan krijg je synthese. Oké. Maar in ieder geval, de nummer 3 zou hier eigenlijk niet van toepassing zijn. We willen dit niet bevestigen. We willen niet, dit galut, dit rouw, dit negativiteit. We hebben het onderwerp is de verwoesting van de Bet HaMikdash. De rouw daarover. Dan moet je niet nummer 3 aangeven. De doel daarvan is uiteindelijk te komen naar naar herbouwen. Daar past een chazaka, een bevestiging, een eeuwigheid. Bij de staat in de derde Bet HaMikdash zal ook een eeuwige Bet HaMikdash. Die zal nooit weer verwoest worden. Dus dan moeten we begrijpen hoe dat past. Wat derg ze gaan beseden de kedusha, kefisher roim bemachloket betorah, machloket l'shem shemayim. Zien we ook in sede kedusha, in de machloket. Ik ben bij de volgende pagina. Is dit de laatste pagina die ik heb? Nog eentje. Ik ga beseden de kedusha, kefisher roim bemachloket betorah, machloket l'shem shemayim, machloket ahilu v'shamayim. Je hebt de machloket, de meningsverschil tussen Hillel en Shammai. En waar de basis daarvan is, heeft ook te maken met de oorsprong bij de schepping van de wereld. De eerste, tweede dag van de schepping. Shemachlokutam mit patat et kalalut inyana machloket batora. Shunotra mitzad havdala ben yemin usmo. Hakavana shemachloket l'shem shamayim. Batorah, ene machloket shalom. Ik ga even tussen de haakjes overslaan. De doel van de machloket is niet de machloket zelf. Elke day shall yedei ashakla vetaria de svarot lekan ulekan yasiku et biru emet. Waarom is er een
discussie. In de Talmud heb je soms een discussie tussen die mening en andere mening. Heb je soms 10 pagina's lang een discussie tussen de één mening en een andere mening. De doel is niet de discussie in de Talmud. De doel is om uiteindelijk de echte de waarheid te komen. Om te komen naar de maskana. Het bira, MS bira alacha, waar je deze naast de shalom waagt doet, ben shtea deot. En dus de doel van de hele discussie, de oneenigheid tussen Hillel en Shammai, tussen de één mening en de andere mening, is om daarna te komen naar de waarheid. Neemt ze sheseda dvarim hu heen bebriya veen betorah, shinyana yirida kashur mispar shnayim. Dus yirida, daling, heeft te maken met nummer 2. 2 is betekent twee meningen. Is oneenigheid. Halia shabal yidei v'acherei rida kshura mispar shlosha. Maar de stijging heeft te maken met de nummer 3. Avol yirida atzma eina inyan shlosha. Maar de daling zelf is niet nummer 3. Dus hier hebben we te maken met een daling. De grootste daling in het Joodse, op de Joodse kalender. De periode van rouw. En wat zeggen wij? De 3 weken van rouw. We maken een chazaka, we maken een bevestiging. En een chazaka is ook een eeuwigheid. Het lijkt alsof we willen zeggen dat het gaat van shalom, dat wij eeuwig in galut zullen blijven. Dat wij zullen blijven rouwen. Dus hoe past nummer 3 erbij? Oké, wel derg zo, de volgende pagina. Wel derg zo, hoe dan besede zoals voor Bathe Amikdashot. Bizman bayit rishon. Haya beikar zman shel chesed. Dit staat dat we hebben te maken met de sfirot, de eigenschappen. De eerste Beit HaMikdash was voornamelijk de eigenschap, de eerste eigenschap van chesed. Bedugmat yom echad. Az haya metziut shel vayeshev shloma al kisei Hashem, shalom b'shava baretz. Het was vrede, het was harmonie in de aarde. Bizman bayit sheni. Bij de tweede Beit HaMikdash heerste de tweede eigenschap. De eigenschap van de strenge eigenschap. Chasrubo het waarin. In de tweede Beit HaMikdash zijn de vijf dingen die ontbraken. Staat in de Talmud, in de Gemara Yuma, dat er ontbraken 5 dingen in de Beit HaMikdash, in de tweede Beit HaMikdash. Habayit HaShlishi, maar de derde Beit HaMikdash, want dat is de 3 Beit HaMikdash en tegenwoordig in de 3 aartsvaders, Avraham, Yitzchak en Jacob, dus De eerste Avram was middes hachesed, daarom was dat vertegenwoordigd de eerste Beit HaMikdash. Yitzchak was middes hagvura, de eigenschap van gvura, tegenovergestelde van chesed. En de derde Beit HaMikdash, die vertegenwoordigde Jacob Avinu, shabal acherei yiridat hagalut hashniya, die kwam na de tweede galut, yie betachlit hashlimut, bayit nitzchi. Mikdash Hashem koni adacha, keneged kabam sa'i, apizem itchazeket yoter kusha anau. En dus wordt deze vraag dus nog meer versterkt. Madua zmana velut shemit sayen et hayrida de churban Beit HaMikdash vagalut. De tijd van rouw die vertegenwoordigt de daling van de verwoesting van de Beit HaMikdash. Die vertegenwoordigt de hele galut, de hele balingschap met alle ellende die we hebben meegemaakt in de laatste bijna 2000 jaar. Nikwa bishlosha. Shavuot mispar shemora al chazaka v'kviut. Hoe kan het zijn? We hebben het een paar keer de vraag gesteld, maar die wordt alleen maar sterker benadrukt. Hoe kan het zo zijn dat zo'n onderwerp, zo'n negatieve, een onderwerp die heeft te maken met daling, met verwoesting, dat wij die verbinden aan juist aan nummer 3, de nummer die vertegenwoordigt het idee van chazaka, bevestiging. En de chazaka is ook iets van een eeuwigheid. We willen chas v'shalom niet een eeuwige galut hebben. Dus ik ga de antwoord even in het kort doen. Kort maar krachtig. We lezen hier even de tekst hier, deze pagina, en de rest zal ik even in het kort uitleggen. Shloma biur bazeh, birida tzorech aliyah yeshnam shnei ofanim. Wat we hebben gezegd, yirida tzorech aliyah, de daling. De doel van de daling is de stijging. Dus de daling is eigenlijk geen tachlik voor zichzelf. Heeft geen eigen doel. Het is alleen een voorbereiding voor de stijging. Dat kan je op 2 manieren uitleggen. Kvi sheze
beseder habriya shayirida de sheni mevia lalia de shlishi. De daling van nummer twee vertegenwoordigt oneenheid, twee meningen. Maar die doel daarvan is dat het brengt naar nummer drie, naar de volmaaktheid, naar vrede, naar eenheid. Dat is één manier. En de tweede manier is kafische zelle malen we hebben miseda briasha filu yerida bedaget shlosha zelke ilu kekwiut we gazakam mevia lalia shlo beerach legamri. De tweede manier van uitleggen, dus de eerste manier is door Yerida, door de daling, komt daarna en stijging. De andere manier van uitleggen is door de daling en dat de daling zelf, dit is dat de daling nummer 1 is nummer 2, de daling zelf is nummer 3, komen wij naar een. En Elia Shalobe erg legam. Komen wij naar een stijging die nog veel, veel hoger is. En ik ga even een korte samenvatting maken van het uitleg hiervan. Kijk, als je zegt dat de daling is alleen maar een soort voorbereiding voor de stijging die daarna volgt, dat betekent dat de daling op dat moment is een daling. Die iets apart is van de stijging. Dus heb je nummer twee, oneenheid, dat is nummer twee, en daarna volgt er daardoor een stijging. Maar dan is een dieper niveau. Een dieper niveau is dat je begrijpt dat de daling, het is niet dat de daling een voorbereiding is van iets wat daarna volgt, de stijging. Nee, de daling zelf is eigenlijk een stijging. Waarom heeft Hashem de Beit HaMikdash verwoest? Waarom heeft Hashem daarvoor gezorgd? Want de Beit HaMikdash Rishon en de Sheni, de eerste en de tweede Beit HaMikdash, was niet de volmaaktheid. Het is niet dat het oh ja, maar het is misgegaan. Maar eigenlijk was daar nog niet de volmaaktheid die wij zouden kunnen hebben. De derde Beit HaMikdash zouden we nooit kunnen hebben in de eerste en de tweede Beit HaMikdash. Natuurlijk is het heel triest. En volgens de halacha hebben ze een tijd van rouw. Maar de doel, het is niet dat er navolgt een moment van stijging. De daling zelf is voor zichzelf al een stijging. De volmaaktheid die wij hadden kunnen bereiken bij de komst van de Mashiach, met de bouw van de derde Beit HaMikdash, die hadden wij niet kunnen bereiken zonder die verwoesting. En als je dat begrijpt, dan betekent het dat de daling zelf heeft ook een eeuwigheid. De daling zelf is ook een bevestiging. Want de daling is een onderdeel van de stijging die daarna volgt. Dus als je zou zeggen, oké, het is misgegaan. Oké, maar jammer, we hebben een periode van rouw. Oké, daarna zou het daarna goed komen. Dus dan past nummer drie inderdaad niet bij de daling zelf, bij de periode van rouw. Maar omdat we begrijpen dat de diepere betekenis van de verwoesting is niet de verwoesting zelf. De verwoesting was een onderdeel van de herbouwing die zal komen met de komst van de Mashiach. En daarom, om dat te bevestigen, wordt de daling zelf nummer drie. Drie weken van rouw. Op Shabbos hebben wij trouwens hebben wij de gewoonte, sommige wetten van de rouw, zijn niet van toepassing. We hebben het net over gehad, over de Shachiano-discussie daarover. Maar vooral bijvoorbeeld in de 9 dagen van rouw, waar we geen vlees eten, geen wijn drinken. Op Shabbos, op Shabbos niet alleen mag je, moet je. Je moet vlees eten, je moet wijn drinken. Ja? Dan zou je kunnen zeggen, mag. Ja? Nee, het moet juist. Ja? Maar we hebben toch te maken met de 3 weken van rouw. Want waarom is het zo? Oké, niet alleen omdat Shabbos overstijgt alle wetten van rouw. Om Shabbos hebben we een innerlijke kijk op alles, op de hele schepping. Ja? Waarom werken we niet op Shabbos? Om Shabbos begrijpen we dat Hashem is eigenlijk degene die de hele wereld runt. Dus op Shabbos hebben we een diepere kijk op dit alles wat gebeurt in de wereld. Dus ook met betrekking tot de verwoesting van de Beit HaMikdash. Op Shabbos begrijpen wij dat de verwoesting was een onderdeel van de herbouwing van de Beit HaMikdash met de komst van de Mashiach.
En daarom op Shabbos zijn sommige van die wetten niet van toepassing. Dus inderdaad, natuurlijk is het een moment, is het een moment van daling. Zeker in Nederland, na gisteravond. Maar het is... En we zijn, het is een moment, een trieste moment, het is een moment van verrouw, maar tegelijkertijd, het is 3 weken verrouw, 3 in Chazaka, want wij begrijpen dat de hele doel van de verwoesting was alleen een onderdeel van, dus niet alleen je riet het zorg geleerd, de daling is voor een doel, voor een stijging die daarna zal volgen, maar de daling is een onderdeel van de stijging. Hashem heeft de Beit HaMikdash verwoest om daarna de volmaaktheid van de Beit HaMikdash HaShlishi te kunnen herbouwen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ja. Roma, ik weet of het nog eens meer lang is geweest, had je zo'n derde tempelstorm. En mannen die zeiden dus vanuit, had je bouwtekeningen van de derde tempel, die zeiden we hebben... 3 kansen gemist, 1948 en 6-daags oorlog om die Beit HaMikdash te herbouwen. Ja, er zijn hele goede argumenten, maar ik heb niet voldoende tegenargumenten daartegen. Maar wat is uw mening daarom? De mening is, de enige moment waar wanneer wij de derde Beit HaMikdash zal kunnen herbouwen, is wanneer Mashiach komt. Mashiach komt, hè. Ja, maar mensen denken dat daarmee dwing je dat af dat hij komt. Maar wat, komt hij beter niet als je nou uit Shamaï neergedaald? Of komen daar wel bouwvakkers aan te passen? Zo? Dit staat dat beter niet als Jordan naar Shamaï, maar in de praktijk zullen wij ook letterlijk fysiek betrokken zijn bij het bouwen van de derde beter niet als. Maar. Wanneer de juiste moment daarvoor is. Er zijn mensen die denken, ja, nou, als wij nou de derde Beit HaMikdash gaan bouwen, dan zorgen wij daarvoor voor de komst van de Mashiach. Nee. En als we dat niet doen, dan werken we mee aan de verwoesting van de tempel. Dus er waren mensen die op de mening van toen moeten we het zin hoor. Om met z'n te gaan argumenteren van, maar niet kan. Ja. Kan het niet. Zijn op de Harabayas gegaan. Ja, maar het algemene mening is dat. Ja. Ja. Je hebt die 10 haaf. Ja, je hebt gelijk, inderdaad, 22 dagen, ja. Dus eigenlijk, dat versterkt nog meer de vraag, want 3 weken geeft de verkeerde indruk. Maar 3 weken geeft de indruk van 21 dagen, en het is eigenlijk 22 dagen. Zondagmorgen is afgelopen, ja. Oké, zijn er, ik ga hier dus afronden. Zijn er kort vragen of opmerkingen op Zoom? Nou, dan was alles blijkbaar duidelijk. Het is heel lang, maar ik heb even nagekeken in verband met je Taubin. 11 oktober. Volgende. 11 oktober, ja? Kan je 11 oktober? 11 oktober, ik moet straks mijn account kijken. 11 oktober is 5 uur. Dat is, ik bedoel, een maandag. 11 oktober, ik laat je weten. Graag mee weten, ja? Ik heb nog wel een vergelijk, als ik mag zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, als je dus op een driepoot zit, zit steviger als dat je op een stoel zit met 4 poten. Is dat zo? Om te bevestigen. Die poot is stabieler. Ja. Ik moet het een keertje proberen. Ik weet het niet. Oké. Oké, prima. Ik ga het een keertje proberen. Oké. Okay. Okay, dank u wel. Fijne dag. Oké, graag gedaan. Heel hartelijk dank. Maar het waren toch... Gemorgeleerden die toch liepen op het verwoeste tempelcomplex en van Rabbi Akiva begon te lachen en te dansen. Ja, ja. Dus dit is het begin van de oplossing. Inderdaad, dat wordt hier ook
Ja, dat staat hier ook in deze stuk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Moeten we dan met meer moed deze drie weken door? Dus ik zou zeggen, als je begrijpt de innerlijke betekenis van de verwoesting, dan kan je de halachot natuurlijk volgen. Maar tegelijkertijd begrijp je dat dit alleen een onderdeel is van, ja, van eigenlijk van de stijging die dan ernaar volgt. En dat kan je in de praktijk ook gewoon. Shabbos. Shabbos. Ja, het grappige is, in Nederland is het gebroken, wat altijd Shabbat Chazon, hè, dus het is zwaar Shabbos, om het zo te zeggen. Ja, ja. Dat werd toch wel een beetje aan Beluut gedaan. Het is inderdaad, daar is het inderdaad een verschil in sommige. In het Shabbat Chazon in Amsterdam vooral. Ja, vooral, ja. Nou. In Amsterdam is dat de zwaarte Shabbos. Ja, gezongen. Interessant dat in de drie weken van Rauw, en vooral in Shabbos Chazon, heb ik, dat is mijn persoonlijke ervaring bij de Rebbe, dat was een paar jaar bij de bezigheid van de Babetje Rebbe, heeft de Rebbe extra, de Rebbe was altijd heel vrolijk bij de bijeenkomst van de brengen Shabbos, maar in de tijd van de drie weken, de Shabbos en de drie weken, vooral in de negen dagen, was de Rebbe extra vrolijk. Om deze, oké, dus misschien het is een andere benadering. Ja, maar om de juiste vreugde te benadrukken. Ja. Ik zou je zeggen, dat vond ik heel raar, maar dat is heel lang geleden. Mijn neefjes in Antwerpen zijn op zwart Shabbos bar mitzvah geworden. Ah. Dat zou hier niet voorkomen. En ik was nog jong, ik vond het... Ja, ja. Dat kan toch niet? Voor Amsterdam kan dat... Ja, dat was de haak. Ja, inderdaad. Ja, ik kan er niks aan doen, dan zijn we dan geboren. Ja. Oké, fijne dag. Ja.